Ik ben weer terug bij Jan Tielbeach, waar ik heb afgesproken met Nederlands stand-up comedian, acteur, televisiepresentator, zanger, producent en imitator van Curaçaose afkomst. Dan heb ik het natuurlijk over Jan Dino Asporaat. Nou Jan Dino, je bent hier natuurlijk opgegroeid, tot je 11e ongeveer. Ja. Kan je mij vertellen, in de tijd dat jij hier woonde met jouw familie, hoe was het toen op Curaçao? Ik denk dat ik echt een hele zorgeloze jeugd heb gehad. Een hele rijke jeugd. Alles kon, alles was mogelijk. Naar Westpunt gaan, in het weekend kamperen. Slapen onder de sterren met de zee in de achtergrond. En 's ochtends opstaan, vissen, barbecuen, fruit ergens vandaan halen, want overal groeide fruit. En dat was je ontbijt. Dus echt, nou goed, ik denk dat op sommige plekken je daar zomaar $800 voor zou betalen voor zo'n ervaring. Toen ik in Nederland kwam, toen kreeg je weer de andere kant, dacht ik, oh, we hebben het best wel geromantiseerd. En we waren ook wel behoorlijk arm. We zien natuurlijk dat jij heel veel inzet hier op het eiland. Is het dan ook zeg maar waar jij vandaan komt en wat jij hebt meegemaakt misschien in je jeugd, dat dat ook echt jouw drang is om nu ook de lokale bevolking te helpen eigenlijk? Het is gewoon een verantwoordelijkheidsgevoel wat je hebt. Je ziet soms de onrecht, hè, dat sommige mensen net niet de juiste tool krijgen of de kennis wat wij bijvoorbeeld in Nederland hebben. Ook hier op Curaçao, want we hebben hier op Curaçao ontzettend veel rijkdom, maar het is niet altijd even eerlijk verdeeld. Hè? En na een paar keer hopen en vragen dat de politiek het gaat doen, wat gewoon het nergens ter wereld gaat doen, zeg je nou, dan gaan we het zelf doen. Dus je bouwt een platform en je zorgt gewoon dat de mensen, je motiveert de mensen, je probeert even de kracht wat ze al hebben nog meer te belichten, nou, dat soort dingen. En dan heb je natuurlijk nu het project Nieuw Curaçao. Dan ga je in 2023 ga je dat opbouwen, toch? Kan je iets vertellen over het project? Wat gaan jullie allemaal realiseren op het eiland? Het is veel groter dan dat. Het is ooit begonnen, zeiden van, nou weet je, we moeten eigenlijk volgens mij even alle krachten bundelen en we gaan gewoon een stad bouwen. En dan denk ik, ja, hoe ga je nou een stad bouwen? Gewoon, we gaan een stad bouwen waarbij mensen met elkaar kunnen komen. Nieuwe economie. Maar, waar is die stad dan? Of waar ga je die stad bouwen? De grote droom is eigenlijk de raffinaderij. Dat is dood. Maar heel veel mensen durven daar niet over te praten, want ja, dan moet je toegeven dat het gewoon niet meer werkt. Hè. Dat heeft Shell ooit een keer voor een gulden vervuild achtergelaten. Dat moet ook gezegd worden. Dus dat moet eigenlijk weg. Alleen mensen durven niet over te praten. Je kan daar niet aan beginnen. Zeiden van, nou, daar gaan we gewoon gaan beginnen, schoonmaken en dan moet het. Ja. Alleen je merkt dat er komt heel veel meer bij kijken. Hè. Dus niet zichzelf om te zeggen van, nou, we zijn dromers, maar wie gaat daar wonen? Hoe gaan de mensen dat bedruipen? Dus dat betekent dat er nieuwe sectoren moeten komen. Het grootste verdienmodel op Curaçao is toerisme. Nou, 1,5 jaar COVID heeft laten zien dat je moet nooit op één paard wedden. Maar, oh, deze paard heeft toch klappen gekregen. Dus er moeten nieuwe sectoren komen. Dus wat we nu aan het doen zijn, is dat het veel breder is geworden. Het is niet alleen maar één plek. Nee, we gaan nu eerst werken aan educatie. Werk aan nieuwe sectoren, bijvoorbeeld medisch toerisme. Hoe kunnen we die ziekenhuizen met elkaar laten gaan werken? Op een innovatiever, beter, goedkoper, maar meer binnenhalen. En vervolgens, en ook bedrijven van het buitenland hier naartoe halen. En dan langzamerhand beginnen de bedrijven te komen. En dan beginnen de huizen. En dan heb je eigenlijk je stad. Dus de droom op dat 120 hectare gedeelte een stad te bouwen, dat is eigenlijk het hele eiland geworden. Het is het hervormen van het DNA. Hoe is dat dan zeg maar voor je gezin, voor jouw vrouw en voor jouw kinderen? Voelen zij zich hier ook thuis? Hoe ervaren zij je Curaçao? Mijn vrouw zou hier al lang willen komen wonen. Ja. Mijn zoontje en mijn dochtertje, nou, die willen hier surfen. Die willen alles van het eiland vissen, helemaal kamperen. Dus letterlijk wat ik vroeger deed. Ik wil net zeggen, zie je dan ook als je naar je kinderen kijkt en ze zitten hier lekker gewoon hun dingetje doen. Zie jij jezelf dan ook, zeg maar? Luister, mijn kinderen zijn een kopie van mij en ze zijn eigenlijk de straf. De payback van God, wat ik voor alle dingen die ik heb gedaan met mijn moeder. Ze hebben heel veel humor, ze zijn strontvervelend met hun vader. Dus ik herken heel veel van hun en ook zeker als ik ze hier op het eiland zie. Dan denk ik, oh ja, dat is wie ik was vroeger, weet je wel. Ja. En ook de rijkdom, want ze hebben een heel ander leven. Maar uiteindelijk is het hetzelfde, want dan gaan we naar banden bouwen. En het is prachtig natuur en dan voelen ze zich helemaal thuis. En dan, joh, maar dan gaan ze helemaal los. Dan denk ik, oh ja, je hebt niet. Je niet zo heel veel nodig. Nee, geen PlayStation, geen andere dure kleding, gewoon korte broek en dan hup rennen. Ja. Hoe heb je dat nu zeg maar met de toekomst? Is het dan nu echt gewoon dat je echt volledig wil focussen op het hele project? Of kom je eigenlijk ook nog wel weer terug in Nederland als
de vrolijke Judeska of iets waar je eigenlijk misschien een tijdje eigenlijk helemaal geen zin meer in had? Nou, weet je wat het is? Ik denk, kijk, films zou ik sowieso blijven maken. Dat vind ik nog echt wel leuk om te doen. Ik vind theater vind ik nog steeds leuk om te doen. Dus grote shows vind ik leuk om te doen. Televisie vind ik nog, zeg maar, het is het meest... Het is gewoon heel erg vergankelijk, hè, mensen. Ja, het is leuk. Tegelijkertijd is het gewoon niet wie je bent. Kijk, met theater kan ik nog zomaar contact maken met mensen en zo. Ik heb gelukkig de vrijheid in mijn hoofd. En dan gaat het niet over financiële vrijheid. Het gaat echt de vrijheid in je hoofd. Dat je zegt, nou, al kijken de 3 mensen. En als dat mijn geluk maakt, is dat wat ik doe. En misschien maak ik ooit weer een show wat nergens over gaat. Dat kan ik ook nog. Maar het is niet meer zo dat ik denk, 5 shows per jaar, tv-shows. Nee, nee. Die ambitie is, nee, dat is het niet. Nou, ik wil je echt heel veel succes wensen. Ook dankjewel voor je tijd. En ja. Succes met alles. Nou, jij bedankt. Jullie bedankt voor wat jullie aan het doen zijn. We zijn ontzettend blij. Echt waar, mensen zijn ontzettend je dankbaar voor het feit dat jullie Curaçao op haar mooist ook laat zien. Want dat is gewoon wie we zijn. Dus dankjewel.